En voor de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM, heeft vandaag een mijlpaal bereikt in haar 56-jarig bestaan. Voor het eerst was er een all-female crew op een SLM-vlucht. De Boeing 737-700 District of Brokopondo vertrok vanmorgen met een volledig vrouwelijke crew vanuit de Johan Adolf Pengel luchthaven naar Aruba. De crew bestond uit Captain Astrid Deira, First Officer Shaira Suiverloon, Purser Joanne Leisner en de cabin attendants Ivna Bernadine en Nancy Kassangalouar. Vermeldenswaard is dat ook de complete afhandeling door vrouwen is gedaan. Deze operatie mag dan met recht de allereerste all-female flight operation in Suriname worden genoemd.